Sta mij toe te zeggen dat ik net, zoals zoveel mensen, de draad kwijt ben. Nadat u met uw regering in het voorbije jaar amper perspectief heeft gegeven aan de bevolking, aan onze handelaren, aan de economie, heeft u weliswaar voorwaardelijk een heropening van de contactberoepen zoals de kappers beloofd. Nu, u voelt op dat moment toch wel aan uw waterpremier dat u hiermee hoge verwachtingen heeft gecreëerd. En belofte maakt schuld. Want ondertussen lopen de agendas vol, ze worden volgeboekt, nemen de kapperszaken de nodige voorzorgsmaatregelen en geven ze aan er klaar voor te zijn. Zij het niet dat een aantal virologen die zich dagelijks in de televisiestudio's opstellen als schaduwministers in de voorbije dagen andere signalen de wereld hebben ingestuurd. En ik zou zeggen, wie aan politiek wil doen, moet zelf maar op een lijst gaan staan. Maar het zou aan u als verantwoordelijke van de regering moeten zijn om te communiceren. En ondertussen zijn er zelfs coalitiepartijen van u die in de media ook volop uitspraken hebben gedaan. Het resultaat, onduidelijkheid alom. Niemand weet het nog. Het lijkt wel een opgelaten ballon van de hoop die wordt doorprikt. En die onduidelijkheid wordt alleen maar verder gevoed door een regering die zich ondertussen verder bekwaamt in het stilzwijgen, het laten betijen, om later als Pontius Pilatus de handen in onschuld te wassen. Nochtans zijn de virologische gegevens die u toen had net dezelfde als wat u nu weet. Premier, de bevolking verdient een klaar en duidelijk antwoord. Daarom vraag ik u, heeft u valse hoop gegeven aan de contactberoepen? Ik weet wel dat er op 5 februari een overlegcomité plaatsvindt, maar hoe groot acht u de kans dat ze over 2 weken de deuren mogen openen? En hoe gaat u de tegenstrijdige berichtgeving van de virologen een halt toeroepen? Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Meneer de premier, voor uw antwoord. Het zijn inderdaad zware tijden. En u spreekt over rust in de communicatie, maar de mensen rekenen erop dat u vooral juist communiceert. En u heeft eigenlijk vandaag geen antwoord gegeven op mijn vraag. En ik kan eigenlijk alleen maar vaststellen dat u geen leider bent en zichzelf vooral laat leiden door sommige virologen die elke dag willen genieten van de media-aandacht. Niemand neemt uw regering nog serieus. Niemand neemt de mindere ernstige virologen die media-optredens belangrijker vinden dan in hun labo onderzoek te doen naar het virus nog serieus. En wie kan een ongelijk geven? Uw eigen coalitiepartijen hebben vorige week in de pers nog verklaard dat het tijd wordt dat de kappers terug opengaan. Het lijkt hier echt wel een poppenkast, collega's. Meneer de premier, het wordt tijd dat u zich herpakt, leiderschap toont en vooral eindelijk eens opkomt voor de belangen van ons volk. Dank u wel.